Mannen smaken eten. Het is het gerecht van Philippe. Ja, dat klopt. Waar komt het gerecht vandaan en wat is het allereerst? Het is pasta met zalm. En ik moet eerlijk zeggen, die groente weet ik niet wat het is. Het heeft de kok erbij gedaan, omdat het beter past ofzo. Maar ik vind het heel lekker, dus... En hoe smaakt het? Je ziet me genieten, hè? Ja, ik kan een beetje koken. Ja, zeker. Lekker. Want jij hebt op de rode pannen gezeten, dus je bent officieel ook gewoon afgestudeerd kok. Ja, dat klopt. Neem het maar van mij aan. Als ik zeg dat het zalm goed is, dan zal het wel goed zijn. Dat is mooi. Hey, nou, jullie zijn allebei in die zin vrij nieuw in Os. Hoe beleven jullie dat? Ja, je ziet wel ook de supporters en zo, dat ze heel erg ook wel fel zijn en zo. En daar hou ik wel van. Ja, ik kom zelf hier uit de buurt, uit Eindhoven. Het is gewoon echt op Brabant, dus niet echt veel verschil van Eindhoven. De stad natuurlijk wel, maar de mensen zelf niet echt. Welke ervaring uit het verleden heeft gemaakt hoe je bent? Wauw, dat is een goeie. Welke ervaring uit het verleden heeft gemaakt hoe ik ben? Ik heb veel slechte ervaringen gehad, joh. Ja? Ja, joh. Moeilijke jeugd? Nee, dat gelukkig niet, maar gewoon vrienden je groeit met mensen op waarvan je denkt dat je kunt vertrouwen. En uiteindelijk blijkt het niet zo te zijn. En dat maakt mij nu, zeg maar, ja, persoon een beetje dat ik nu ben geworden. Ik vertrouw mensen niet meer. Nee. Dus ik kocht een nieuwe auto. Wat heeft hij gedaan? Heeft hij mijn huissleutel heeft die gekopieerd. Op een nacht lag ik te slapen. Heeft hij dus mensen gestuurd met de kopie van mijn huissleutels naar binnen gegaan. Hebben ze mijn autosleutel gepakt en weg waren ze. Toen ben je auto kwijtgeraakt? Auto kwijtgeraakt, ja. Gaat het in de kleedkamer ook zover dat jullie dit bijvoorbeeld van elkaar weten? Of dat jullie dingen van elkaar weten dat verder gaat dan alleen lang leven de lol in het voetbal? Je weet wel een paar dingen van een paar spelers, maar niet dit verhaal heb ik nog nooit gehoord. Maar daar begin je ook niet zelf over. Nee. Hey, ondertussen is jouw gerecht gebracht. Ja. Vertel eens even, wat is het? Nou, dat is cassava bladen, dat groene, rijst, vis, paprika, wortel, ui, prei, komt uit Congo. Zo, heel andere smaak, ja. Maar het is wel lekker. Ja, ja, wel lekker, ja, maar je kan wel merken dat hij een koksopleiding achter de rug heeft gehad. Ja, proef het wel, ja. Ja. Maar ook hoe hij er mee bezig is en zo, dan zie je wel dat hij een beetje ervaring heeft. Dankjewel, Phil. Wat vind je aantrekkelijker van jezelf? Bovenbenen, man. Bovenbenen? Ja, man. Oh, bovenbenen, gespierde bovenbenen. En jij? Ik zou het echt niet weten. Welke vraag over je karakter mag ik niet stellen? Je mag me altijd vragen over mijn karakter, echt waar. Oké, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Toen mijn zoontje geboren werd. Van blijdschap? Van blijdschap. Dat is 5 maanden geleden. Ja, toen mijn zoontje geboren werd. Waar zien jullie elkaar over een aantal jaar? Waar zien jullie zelf staan? Ik hoop in de Eredivisie. Ja, nog steeds jouw droom? Ja. Ja. En jij? Als kok? Ja, misschien. Ik hoop mijn eigen restaurant ergens in Dubai of zo. Dan heb ik het echt goed gedaan. En dan is het gewoon in Nederland, hè?